Dit is het einde van Veronica's uitzending op deze vrijdagavond. Maar als u nu op Radio 2 afstemt, kunt u ons nog de hele nacht ontvangen. Met De Stemband, Oh Wat een Nacht en ook Goedemorgen. En op Radio 4 is Veronica vanaf 4 uur vanmiddag tot 6 uur vanavond met klassieke muziek te horen. Ik neem u afscheid, een hele goede nacht. En tot aanstaande woensdag op Nederland 1, want dan is Veronica weer terug op televisie. Veronica, wat wil je doen deze zomer? 8 weken lang trekken we erop uit met onze Radio 2-programma's. Aanstaande woensdag gaan we naar Middelburg. 19 augustus, 's morgens in hotelrestaurant De Huifkar en 's middags vanaf de markt met Gerard Joling, Manke Nelis en Anita Meijer. Aanstaande woensdag in Middelburg. Aanstaande woensdag is Veronica er weer met om 8:30 Max en de Master. Dit keer moeten ze een aantal boeren beschermen tegen een groot grondbezitter. Om de oogst van de boeren veilig op de markt te brengen, besluit de meester in konvooi te gaan. Maar ook dorpswegen kunnen explosief zijn. Om 9:50 de hitchhiker. Na een nacht met cocaïne en vertier verknoeit een plastisch chirurg een belangrijke operatie. Als hij later wordt verleid door een mooi gezicht, blijkt dit een oude bekende te zijn. Iemand die de dokter nooit verwacht had.